Welkom bij een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel? En een hele nieuwe serie zelfs. Ga ik beginnen, dit is het eerste deel. En het heet TikTok Made Me Buy It. Als je me wat langer volgt, dan weet je misschien dat ik een beetje verslaafd ben aan TikTok. Het leuke aan TikTok vind ik dat je van tevoren niet weet wat je gaat zien. En ik zit heel vaak dingen weg te swipen die ik binnen 1 seconde denk van oké, not for me. Maar heel veel vind ik wel heel erg leuk. En ik ga door een soort achtbaan van tranen van het lachen tot tranen van ontroering soms ook. Maar ook van alles laten vallen en het nu uitproberen, die tip. Of ja, gewoon aangestoken worden door dingen die ik zie. Ik ben heel erg vatbaar voor trends en dingen. En ik vind het gewoon super leuk om uit te proberen. En er zijn er in deze video 2 dingen die ik heb gekocht naar aanleiding van TikToks die ik zag. Ik werd er zo enthousiast van dat ik dacht, ik wil het proberen. En ik ga het laten zien aan je. Als eerste, dit is geen IKEA-catalogus, maar dit is een boek. Dit is Horror Store, een boek wat er al heel lang bestaat, eigenlijk sinds 2014. Maar compleet aan mij voorbij is gegaan. Ik heb dit ontdekt door een TikTok van een meisje, een Nederlands meisje. Ik zal het hieronder taggen. Of ja, hieronder plaatsen wie dat was. Dan kun je het zelf ook zien. Dit is namelijk, ja, het ziet eruit als een IKEA-gids. Maar niks is minder waar. Het is echt heel erg mooi gemaakt. Kijk, als je het open doet, dan is het gewoon net een echte IKEA-gids. Al wordt die helaas niet meer gemaakt trouwens. Maar je kan je vast nog wel een IKEA-gids herinneren hoe die eruit zag. Kijk. En het heet, het boek heet Horror Store en het speelt zich af in een soort IKEA. Alleen heet die IKEA Orsk. En in Orsk gebeuren hele rare dingen. En dat wordt allemaal omschreven in dit mooie boek. Het pakte mij gelijk aan toen ik de TikTok zag. Kijk, ook een, allemaal grappige elementen in het boek. Ook een, hoe heet dat nou? Een plattegrond van de winkel, zeg maar. Hoe die er, een fictieve winkel natuurlijk. En nou, er gebeuren allemaal hele rare dingen in die IKEA, zeg maar, in die Orsk. Ik ga er niet te veel over vertellen, want daar hou ik zelf ook niet zo van. Bekijk vooral de TikTok hieronder voor een beknopte no-spoiler omschrijving van het meisje zelf. Ze heeft mij in ieder geval echt aangestoken en ik ben de volgende dag naar Donner gegaan hier in Rotterdam. Support je local bookstore, maar als je mij wilt supporten kan het ook via bol.com. Doe waar jij je goed bij voelt. Het is in het Engels, dus je moet wel Engels een beetje goed kunnen lezen. Maar voor mij is dat geen probleem. Maar ja, ik ben begonnen. Ik ben nog niet heel erg ver hoor. Ik ben pas op bladzijde 15, maar ik zit er al helemaal in. En ja, love it. Zeker nu rond Halloween, beetje spooky vibes. Ja, ik vond het echt wel, ze had mij gelijk hiermee. Ik dacht, ik moet het hebben. Dus dit is mijn eerste TikTok Made Me Buy It in deze serie. En toen, een andere influencer eigenlijk die ik volg, een Engelse dame. Ze heet Vegan Sof van Sophie. Vegan Sof, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik volg haar, want ze is gewoon heel erg leuk en vrolijk en grappig. En ze heeft wel goede tips. En volgens haar is er dus een chocoladereepje op de markt die haar deed denken aan een Milky Way met nootjes. Nou heb ik dus echt al, ik ben nu ruim 4,5 jaar vegan. Zo lang heb ik sowieso geen Milky Way gegeten. Sowieso daarvoor eigenlijk ook al heel lang niet. Maar het is wel iets wat ik heel lekker vond hoor, Milky Way. En ik eigenlijk nooit iets heb geproefd wat daarop leek. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of ze gelijk had. Ik ben gaan googlen en Ecoplaza verkoopt de reepjes. Al ziet de verpakking die van ons er wel anders uit dan die van haar. Maar het heet Rhythm 108. Het is een heel klein reepje. Het is eigenlijk belachelijk duur, want het is 1,49. Ik bedoel, come on, dat slaat nergens op. Maar goed, oké. TikTok made me buy it. En hey, you had me at Milky, via Milky Way. Het is echt heel klein. Made without palm oil. Als je dat ook belangrijk vindt dat het niet met palmolie is gemaakt, is dit voor jou. Ook zie wel dat het een beetje uitgeslagen is. Maar dat gebeurt wel vaker met chocola, kan totaal geen kwaad. Maar het is een klein beetje wit uitgeslagen. Ik ga hem even doorsnijden. Dan kan je het nog beter zien. Ik heb hem doorgesneden. Als ik heel eerlijk ben, lijkt het echt niet op Milky Way. Sowieso niet de structuur. Het is best wel compact van binnen. En het viel helemaal uit elkaar bij het snijden. Dus het is zeker niet Milky Way qua structuur. Ik begrijp wel wat ze bedoelt, ja. Het is heel romig, heel melkachtig. Het is Zwitserse chocolade, zie ik hier. Met creamy Swiss chocolate.
Dus niet het mondgevoel van de Milky Way. Dus wel lekker, maar ik zou het niet nog een keer kopen voor 1,49, denk ik. Want het is wel heel duur voor een heel klein stukje chocola. En zo bijzonder vond ik het nou ook weer niet. Ik vind Vego bijvoorbeeld lekkerder. Dat waren de twee producten die ik heb gekocht door het zien van filmpjes op TikTok. Heb jij nog een tip van producten waar je denkt, ik heb het op TikTok gezien. Of stuur me de TikToks door. Van die moet je echt zien, dat is echt wat voor jou. Let me know, dan ga ik het natuurlijk proberen. En misschien dat ik het wel ga kopen. Ja, vergeet niet een duimpje omhoog te geven als je het een leuke video vond. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!